In deze tent trad Jan Smit gisteravond op tijdens de feestweek van Katwijk aan de Rijn. Het was zo gezellig dat zelfs de inwoners van Rijnsburg mee konden genieten. En dat terwijl ze 1,5 kilometer verderop wonen. Ja, we stonden eigenlijk met z'n allen te zingen en te swingen op Jan Smit. En terwijl je niet de cd aan had? Nee, we hadden geen cd aan. Dat was helemaal gratis. Ja. En toch was Francis de Rie er niet blij mee. Want 2 weken eerder stond op dit plein een tent voor de feestweek van Rijnsburg. En daar was de zanger amper te horen. Het was gezellig, alleen wij konden hem niet horen omdat wij een decibelmeter in de tent hadden. En nu vallen Rijnsburg en Katwijk onder dezelfde gemeente. Hoe kan dan toch dat verschil er zijn? Ik vraag het me af, want ik denk, en met mij nog vele andere Rijnsburgers, dat er hier met 2 maten wordt gemeten. Met die andere Rijnsburgers wisselden ze gisteren via Facebook ergernissen uit. De decibelmeter, waar is die nu? Ik zit hier in mijn achtertuin de radio te luisteren. Ik kan niet eens mijn eigen radio horen. Waar bent u nu, meneer Wiene? Ja, en zulke soort dingen, dat gaat over heel Facebook eigenlijk heen. Volgens burgemeester Jos Wiene wordt er bij beide feestweken gecontroleerd met decibelmeters. En ligt het toegestaan aantal decibellen in Rijnsburg zelfs hoger dan in Katwijk. Wat heel erg lastig is, dat is, je weet nooit helemaal precies hoe het effect is van het geluid. En dat heeft heel erg te maken met de wind. Als er een bepaald soort wind is, dan kan het zijn dat het geluid wordt meegenomen en dat je een stukje verderop toch aardig last hebt, ook al voldoet het aan de normen. Maar wordt dus volgens u absoluut niet met 2 maten gemeten? Nee, absoluut niet.